Niet alle klanten van de sociale dienst van Heergewaard, Alkmaar en Langedijk blijken tevreden over de werkwijze van Hal te Werk. Dank u wel. Ik neem het graag in ontvangst en we zullen het met zeer veel aandacht lezen. We kunnen geen... De klachten over, maar vooral ook verbeterpunten en tips zijn gebundeld in een zogenoemd zwartboek. Namens de Minima is het vandaag overhandigd aan de gemeenteraad van Heergewaard. Het zijn ervaringen als herhaaldelijk op gesprek komen, een afspraak hebben en de contactpersoon is er niet. Papieren ingeleverd hebben die weg zijn. En zo zijn er nog een aantal dingen. En ik kan me voorstellen dat dat voor hen heel erg moeilijk is. Want het vertraagt het proces om aan het werk te gaan. Of de uitkering wordt misschien stopgezet. Maar het maakt het proces niet makkelijker. En we hebben een controlerende functie. Dit ondersteunt die functie alleen maar. Ik geloof best dat er voor alles wel een verbetering mogelijk is. Dus ik denk ook dat dit wel voor dat halte werk wel voor verbetering vatbaar is. En daar worden we alleen maar beter van. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, hè, zonder wrijving geen glans. Het bestuur van de sociale dienst Halte Werk wordt gevormd door de drie gemeentes. Maar iemand vinden om het boekwerk in ontvangst te nemen bleek niet zo simpel. We hebben het geprobeerd te overhandigen aan wethouder Verbrugge in Alkmaar en ook aan Halte Werk. En dat is ondanks herhaaldelijke pogingen niet gelukt. Nou, zonder opgaan van redenen konden wij het niet overhandigen. Ik vind het een gemiste kans. Het gaat erom dat je je openstelt om het boekje te ontvangen, om het te lezen en om deze inwoners ook serieus te nemen. Het zwartboek mag van de gemeente Alkmaar aan hun balie worden afgegeven. Halte Werk liet eerder weten wel met de samenstellers in gesprek te willen.